Hallo en welkom bij de Strike Review van Bifuma en Zongo. Ze zijn allebei Afrikaanse beesten. Bifuma uit Congo was Filit, waar hij voor Frankrijk speelt op FIFA. Zongo uit Burkina Faso. En ja, ze zijn gewoon heel goed. En ja, we gaan jullie hopelijk laten zien waarom jullie ze moeten kopen. Het stukje waarin ons team is te zien is corrupt geraakt, dus ja, sorry. Een mooi ding. Team van onze tegenstander. En we scoren hier gelijk door Bifuma. Dus ja, dat is wel mooi. Ja, dan gaan we hier. Zongo die speelt goed, geeft een goede bal binnendoor naar Bifuma. Maar die mist. En dat merk je wel met deze twee spitsen. Sommige kansen die ze gewoon moeten scoren, die scoren ze niet. Dus kan de bal beter om de keeper heen rennen. Dat is ook precies wat Zongo hier doet. Om de keeper heen rennen naar een mooie steekbal. En we scoren. Dus ja, dat is mooi. 2-0, 25e minuut. Gaat goed. Ja, is gewoon heel makkelijk. Deze FIFA. Ragatini hier naar Trejo, naar Jeffy Bifuma. Naar Zongo. Die wordt al onderuit gehaald. En dan gaan we hier de vrije trap nemen. En we hebben, ze kunnen allebei geen goede vrije trap nemen. Dus ja, dan doen we dat anders. Dat zie je hier. Farinha naar Bifuma. Dus ook heel fijn aan Bifuma. Die maakt dat soort runs. En ja, dat is heel fijn. Want dan heb je altijd een goede spits voor het doel. Want hij rondt het meestal wel af. Maar dan moet je wel een keeper rennen. Hier onderscheppen wij de bal. Van de wiel. En dan zo door naar Farinha. Die je met een beetje geluk meekrijgt. Maar ja, we hebben het hier natuurlijk niet over Farinha. We hebben het hier over Zongo en Bifuma. En Zongo die staat daar. Die is sneller bij de bal dan de afdekkende Rafael. En zo scoren wij nog een goal. Hier dan Farinha. Die speelt weer gewoon een bal door naar Bifuma. Die schiet hem dus weer op de keeper. Dus weer die finishing. Maar hij rondt hem daarna gewoon af. Dus ja. Gewoon weer een goal. En dan gaan we nu door naar de volgende match. Dus onze volgende. Een mooi ding. En ja, dat was gewoon echt heel goed. Hij maakt hier een fout. Daar profiteren we van. We scoren de 1-0. Dan hier weer gewoon een diepe bal van Farinha. Die je ook echt zou moeten kopen. Maar daar gaat deze video niet over. Zongo die David Luiz van zich afhoudt. Bal naar Bifuma en Bifuma die tikt hem erin, heel simpel, ja, het is een sweaty, ja, sorry. 18e minuut, 2-0. Ja, dus ja, we zitten op roze, hier Farinha naar Trejo, naar Bifuma, die komt er in eerste instantie bij David Luiz niet langs, dan een goede steekbal van Trejo. Bifuma loopt om de keeper heen en Bifuma rondt het gewoon rustig af met zijn slechte been, dus dat kan ook. Ja, gewoon simpel. Pim heeft de laatste tweede helft gedelete. Daarin was ook maar één goal te zien, dus dat is niet zo heel erg. Ja, team kopen. Ja, team kopen, ja. Cijfer 1 tot 10, 8,8. En 9 goals in 2 wedstrijden. Zeker kopen. En ja, dat was het voor deze video. Abonneer, like, reageer. Dat is de beste manier om op de hoogte te blijven van onze video's. We doen Everton Career Mode, dit soort striker reviews en ja, cuprunts. Dus blijf geabonneerd en blijf op de hoogte. Tot in de volgende video.